Wat heb je? Geschaafd. Hoe kan dat? Een oude mevrouw die ging bijna onderuit. En toen ik haar probeerde op te vangen, schaafde mijn hand tegen de muur. Ja, het was nogal een stevige mevrouw. Wat ben je toch ook een goed mens. Maak het alsjeblieft nog heel veel iets meer schoon. Ik heb boven nog zelf wat daar heel goed tegen helpt. Dat dacht ik al. Daarom ben ik ook hier naartoe gekomen. Oh, lief. Hij heeft ervoor gekozen om zichzelf pijn te doen in plaats van mij. Weet je wel hoe romantisch dat is? Romantisch? Die jongen is gestoord, net als Nooran. Die twee die verdienen elkaar. Laat ze lekker ongelukkig worden samen. Wingel die gaat heel erg gelukkig worden. Met mij. Ik weet het gewoon zeker en hij wil dat ook. Diep in zijn hart. Wat? Ik kan niet wachten om met je te trouwen. Het gaat helemaal goed komen tussen Bilal en mij. Ja, nu alleen nog maar hopen dat het goed komt met deze administratie. Het is zo verschrikkelijk vervelend dat Bing in de bak zit. Wat moet ik hier nou mee? Ja, ik kan Mike vragen of hij even naar wil kijken. Hij komt zo. Mike? Weet je zeker dat je Nout voor hem wilt inwisselen? Kunnen we nog even hebben over die roze wolk waar jij op zit? Bilal gaat lekker huisje, boompje, beestje spelen met Nooran. Zij laat hem niet los. Zij wil kost wat het kost met hem trouwen. Dus dan kan jij wel stapel verliefd op hem zijn, maar hij is laf om ooit toe te geven dat hij homo is. Dus laat hem gaan. Echt. Hey, liefje. Goed nieuws. Ik moet weg. Let je heel even op de zaak? Nee, Lucas, wacht nou. Vrijdag 3 uur bij de bruidswinkel in de Hoofdstraat. Als je er niet bent, dan praat ik echt nooit meer met je. Hoi, Nina is er niet. Ik kom voor jou. Ik heb het erg druk, andere keer. Dus je zet de bruiloft door? Dat hij het ontkent, dat betekent niet dat dat niet waar is, Nooran. Jij begint echt vervelend te worden. Hij houdt niet van je. Dat doet hij wel. Hij houdt niet van vrouwen. Ja, misschien als vriendinnen onder elkaar, maar hij voelt niks voor je. Bilal is geen homo. Dat is hij wel. Oké, klaar. Wegwezen. Ik heb het gehad. Ik probeer alleen maar... Fantaseer lekker over iemand anders. Laat mijn man hier buiten. Hij is geen homo. Oh, nee? Als hij geen gay is, waarom zoent hij dan met me?